Nu ben ik gewoon aan het vertalen. En dan hoef je ook niet schuin te gaan zitten om naar jou te kijken. Oké. Zet je de poten recht? Ja, ik gewoon mijn poten. Het is toch een ander idee, want dan heb ik ook een staart. Zij kan op de positie zitten, die geen enkel hoe dat is. Ze kan gewoon echt gewoon op de schaal op de grond zitten. Hoe zit het? Zit ze, dat spreekt een meisje. Heel goed. Oké, dat is goed. Probeer het op zich wat vriendelijk af te gaan. Heb je dat bij seizoen gezien? Ja, dat heb ik wel gezien. Als je dat van hoog wil. Moet ze eerst staan? Staan. En je helpt dat. Af. Nou, het is handig hoor. Zou ze het op mij kunnen doen? Ik denk dat het voor iedereen is. Voilà, kijk eens. Alleen af. Kom maar, af. Yes, good girl! Oké, ze mag even de plank af. En dan mag ze even vierkant gaan liggen. Dat kan niet veel, hè? Ja, dat weet ik niet. Nou, duidelijk. Fijn als je kunt, hè. Probeer dan eens of ze met haar neus helemaal bij haar kont komt. Okay. Eerst naar haar billen laten zakken. Ja, bijna. Ze gaat opstaan, hè? Dat vindt ze ook moeilijk. Ja. Dus als je dat een paar keer oefent, komt ze uiteindelijk met haar neus komt ze helemaal bij de kont. Het is een omrekken van de rugspieren. Ja, nou dat is natuurlijk een stukje rugmobiliteit. Hè? Moet ze die oefening? Ja, die kanten. Die heb ik ook gedaan, maar die had ik ook van mijn fysio gekregen. Oh, nou kijk. Zo. Het gaat om rugmobiliteit. Ja. Af.
ze hebben allemaal een favoriete kant, hè? Ja. Ik zoek er even op. Nu houden we wel zo redelijk, ik ben over. Maar de andere kant is het, ja. Oké, degene die die kant mag, zes hoeven. Dat is heel mooi. Dit kun je gewoon thuis. Thuis.